Het is koud, maar ook warm. Het is december. Welkom bij het warme gevoel van de wijnbar. Welkom bij Verboden Wines, waar we tevens een hele speciale actie hebben voor de maand december. Na de champagne trip verwacht je natuurlijk, waar blijft nou die champagne? Wanneer wordt die nou een keer wijn van de maand? Gewacht op de feestmaand, de maand december, een prachtige champagne uit de AI. Deutsch Brut Klassiek. Fantastisch. Vandaag het verhaal van dit prachtige wijnhuis en onze trip. De Champagne-streek uit Frankrijk natuurlijk. De streek waar de beste bubbels van de wereld worden gemaakt. Wat een gebied. Voor de mensen die nog niet zijn geweest, aanrader. 100% een aanrader. We zijn uitgenodigd door het Champagnehuis Deutsch en die maken fantastische champagne. Vandaag belichten we dan ook de Deutsch Brut Klassiek. Een blend van Pinot Meunier, Pinot Noir en Chardonnay. De naam zegt het al, Duits. Het is namelijk een Duitse familie die in 1838 naar de AI is vertrokken om hier superbubbels te maken. Dat is zeker weten gelukt. Ondertussen stamt het champagnehuis al af in de vijfde generatie. Maar alles van dit huis staat nog in de stijl van de tweede generatie. Leuk feitje, voordat we deze prachtige champagne gaan openen. Wist u dat AI-champagne meer kelders onder de grond heeft dan wegen boven de grond? Bizar. Het wordt tijd dat we de bubbel gaan openen. En het ideale aan Deutsch is, je hebt hem in 0,7, maar ook een half flesjes. Dus nou gaan we maar één glas drinken. Dat is voor ons geen probleem. Dat is ideaal. Een half flesje. Het allerbelangrijkste, de smaak van de Deutsch Brut Klassiek. Het leuke aan de Deutsch Brut Klassiek is, we doen alle focus op de Deutsch Brut Klassiek. Eerst deze champagne goed, omdat dat de champagne is die het meest voorkomt. Dan de andere champagne. Dat hou ik van. Gewoon pure klasse. En dat pure klasse, dat proef je. Zacht, elegant, hele verfrissende, verfijnde bubbel. Toon van groene appel, peer dat je proeft, beetje exotisch fruit. Fantastisch. De ideale champagne voor het einde van het jaar. Zit er voor het einde van het jaar natuurlijk ook een prachtige actie aan verbonden. De Deutsch Brut Klassiek. De 0,7 kost normaal €49,99. De hele maand december €42,50. Het halve flesje, 0,375. Normaal €35 de fles. De hele maand december in de actie voor €27,50. Je haalt zo'n 3 à 4 glazen uit. Dan wens ik u hele fijne feestdagen toe. En dan ontvang ik u van harte in de wijnbar de hele maand december. Ik zou zeggen, kom de bubbel lekker proeven per glas bij ons. Of bestel hem lekker voor thuis. En dan zeg ik, proost en tot snel.